Nou, ik ben blij omdat ik 3 van 3 afstanden waarop ik ben gestart, heb ik ook een ticket bemachtigd. En dat had ik van tevoren eigenlijk niet kunnen denken. En ik heb gewoon een stabiele race gereden. Ik ben heel blij dat ik nu met Antoinette en Irene, teamgenootjes, eigenlijk de World Cups in mag. Ja, dat ben ik voor meisje. Vrolijk, gedisciplineerd. Ja, lastig te zeggen over jezelf. Nou, toen ik naar Jong Oranje ging, ben ik ook in Heerenveen verhuisd. Daar woon ik nog steeds. En ik zit daar nu gewoon op mijn plek en ik heb samen met huisgenootje een huisje en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En vroeger kwam iedereen natuurlijk uit alle hoeken toen ik nog waar de baanselectie zat. Dus dan was het vaak met de auto naar de ijsbaan en nu pak ik gewoon een fiets. En als slecht weer is natuurlijk alsnog de auto, maar ben ik binnen een paar minuten op 10:30 als we daar trainen. Voor hobby's ik heb, nou, vooral gezellige dingen doen met vriendinnen en spelletjes doen. Vind ik heel leuk. Kolonisten van Catan. In het verleden reed ik inderdaad mijn 500 meter met 2 handen los. Omdat ik daar toen heel veel snelheid uit haalde. Nu merk ik dat, gewoon mezelf uit, dat ik mezelf ermee uit balans trek. En ik probeer nu met 1 hand op mijn rug ook voor de 3 en voor de 5 eigenlijk meer stabiliteit te zoeken. Dat ik stabiele rondjes kan rijden en daardoor eigenlijk vlakkere races kan gaan schaatsen. Ik heb nu gewoon zelfstandig geplaatst en ik wil er ook gewoon heen op stabiele racefit rijden. Ik ben er toen heen geweest met Jeroen van Leen en Sanneke Neling. En ik heb toen vooral echt heel veel geleerd en gezien hoe het eigenlijk in het seniorenwereldje ging. En nu kan ik gewoon, omdat ik dat allemaal al weet, kan ik juist heel veel ervaring opdoen richting de race en de internationale wedstrijden. En ook snelheid meenemen vanuit de internationale wedstrijden.